Hey hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe vlog. Ik ga jullie dus zometeen wel de vleesvarkensstal laten zien. En de dames hier achter mij, die staan al te popelen om ook de vleesvarkensstal te bekijken. Maar hun mogen helaas pas over 2 weekjes naar de vleesvarkensstal. De hokken bij ons in de vleesvarkensstal, die mesten wij elke dag uit. Nu in ieder geval nog. Het is de bedoeling dat wij over een halfjaartje of zo een iets kleinere show verkopen. Waardoor we dus meer een potstaleffect kunnen opbouwen. En dat houdt in dat we dus gewoon elke dag bijstrooien, maar niet elke dag uitmesten. En dan 1 keer in de zoveel tijd, als het nodig is, een keer een lading mest eruit halen. En daarna gewoon weer een strobed opbouwen. En dit is ons idee om dat zo te gaan doen, omdat in de hokken 75% stro moet liggen. Omdat ze momenteel nogal erg veel vervuilen in de vleesvarkensstal. Moeten we dus gewoon elke dag uitmesten. En anders zijn we gewoon aan het eind van de periode dat ze hier liggen, zeg maar, als ze worden afgeleverd, hebben we gewoon in 1 keer heel veel werk aan het uitmesten als we er nu al een poststal van zouden maken. En we hebben nu nog geen kleine shovel, want we hadden een iets grotere shovel nog met de bouw. En dan moeten we eerst weer even sparen voordat er een kleinere shovel kan komen. Aan beide kanten van deze stal hebben we een windgordijn, zeg maar. Hoe is het, een windgordijn, noem ik het zo goed. Voor de ventilatie hebben we aan beide kanten van de stal een gordijn hangen. Met daarvoor vogelgaas, zodat de vogels niet de hele tijd zomer naar binnen kunnen vliegen. En in de zomer kunnen we dus dat gaas kunnen wij iets optrekken. Zodat er iets meer wind, zeg maar, de stal in kan. Dat er iets meer ventilatie in de stal komt. Maar zoals nu in de winter, dan mag het best wel lekker warm blijven in de stal. En hebben we het gaas dus meestal dicht. En, ik kwam op het idee om jullie te vertellen over de vleesvarkensstal. Ik was hier zelf bezig met de medicijnregistratiekaarten op te hangen. We hadden dit natuurlijk al wel bij elk hok hangen. Maar we hadden het nog niet helemaal zoals wij het ook makkelijker konden werken. Dus momenteel ben ik bezig met elk hok voorzien van een medicijnregistratiekaart. En op die medicijnregistratiekaart kunnen wij opschrijven hoeveel kilo wij de varkens opleggen. En welke leeftijd de varken dan is. En hoeveel varkens wij in een hok opleggen. En ook op die registratiekaart kunnen wij koppelbehandelingen zoals een ontworming opschrijven. En individuele behandelingen, zoals nu hebben we ook een varken liggen met hersenvliesontsteking. Die behandel je individueel met medicijnen. En dat kunnen we dus ook op die kaart schrijven, zodat we dat ook allemaal goed kunnen bijhouden voor eventuele controles. Pa is momenteel druk bezig met rondom de schuring opruimen. Want in de winter was het allemaal net iets te nat om overal te komen. En nu zijn de weiders nog te nat en kunnen we nog niet bemesten. Dus als pa al begon met het bemesten van de weiders. Ja, de laatste dagen zijn wij vooral druk geweest met het gewoon goed krijgen in de schuur, makkelijk handelbaar, voor iedereen duidelijk. En dus vooral omdat mijn zusje hier ook nog veel helpt op het bedrijf, lopen er soms dingen langs elkaar heen. En we hebben dus nu ook in elke schuur een whiteboard hangen, waarop wij heel duidelijk omschrijven van dit moet er gebeuren en dan moet dat gebeuren. Van het whiteboard van de vleesvarkensstal. En ik heb voor mijzelf hier overal de aantallen wat in het hok ligt opgeschreven. In verband met de maandtelling, we moeten elke maand moeten wij tellen hoeveel varkens wij op het bedrijf hebben liggen. En via dit bod kan ik dat dus makkelijk overnemen. Heb ik het in 1 keer duidelijk voor mezelf van hey, zoveel varkens liggen er. En ik heb de opdrechtdatum erbij gezet zodat we de ontwarming kunnen uitrekenen. Want ze moeten, als ik het goed heb, 5 weken na opleg, moeten ze nog een ontwormbehandeling hebben. En die ontworming kan ik hier dus ook achter zetten. En zo is het voor papa en mijn zusje onder andere en de rest van mijn familie. Ook heel duidelijk van oké, we moeten die varkens op die datum ontwormen. En als dat gedaan is, dan halen we de datum weg en dan is het voor iedereen duidelijk van nee, dat is gedaan, daar hoeven we niet meer achteraan. Wat hangt bij ons in de centrale gang, zeg maar, waar we naar binnen hier kunnen komen lopen. En in deze gang wegen wij de varkens ook, alleen hier moeten we nog schoonspuiten. Was ik van plan om straks nog even te doen. Maar nu dus nog niet aan toegekomen. En in deze gang wegen wij de varkens allemaal individueel voordat ze worden afgeleverd. En dit is vooral om goed in het concept te blijven, zeg maar. We hebben gewoon een paar eisen van het concept van je moet ongeveer zo zwaar afleveren. En als je daar zwaar overheen gaat of te licht aflevert, dan word je daarop gekort. Oftewel, dan krijg je minder cent per kilo vlees. Deze afdeling is er vorige week een hok leeggekomen. De varkens zijn afgeleverd en het hok heb ik dus ook afgelopen week schoongespoten. Dus we beginnen hier inkomen, dan alveren we het hok. Zetten we de schot middenin. En in de periode van winter hebben we er dus ook aan de achterkant een klep boven hangen, zodat de biggen nog een warme plek hebben om te kunnen komen. Het hooiruifje kun je vanaf hier ook heel mooi zien hangen. Het hooiruifje hangt om de varkens af te leiden, daar hebben ze nog iets om mee te spelen.
En dan natuurlijk het stro, ja, dat komt in hokken. En dan ja, hebben de varkens genoeg afleiding, een lekker strobed. En het voer en water spreken voor zich. Achter in die bakken komt het voer. Water zit erachter en ook bij de bakken zit allemaal nog weer een aparte nippel. En aan de buitenkant, in de buitenuitloop, hebben ze ook nog een drinkbak. En bij ons in de vleesvarkensstal hebben we een aparte ruimte gemaakt voor de opvokgelten. Ja, die schelten die komen natuurlijk gewoon met een ronde vleesvarkens mee. En die leggen we op een gegeven moment apart, zodat ze ook met ander voer kunnen gaan voeren. Dus ze hebben dus momenteel ook ander voer, waardoor hun lichaamsbouw gewoon sterk wordt. En de hormoonstelsel zich goed ontwikkelt, net iets anders dan bij de andere vleesvarkens. En deze dames, dat worden dus onze toekomstige moeders. Onze eerste eigen toekomstige moeders. En ja, ze zijn nu nog niet op het gewicht om ze aan te dekken. Maar ze groeien mooi en ze doen het hartstikke goed. En naast onze opvoedgeldhokje hebben we een soort ziekenboeg. Hier leggen we natuurlijk niet hartstikke zieke varkens neer. Want dat zou jammer zijn dat een echt zieke varken een toekomstige mama aansteekt met zijn ziekte. Lucie. Maar hier naast mij, dit varken, dat is een urinezuiger. En urinezuiger houdt in dat het varken bij andere varkens de urine gaat opdrinken. En hierdoor gaat zijn eigen gezondheid achteruit. En deze die viel dus heel erg af. En ze hadden precies van, deze moet eigenlijk even apart. En door ze dan gewoon even hier neer te leggen, dan hebben ze de rust om bijvoorbeeld geen urine meer te kunnen drinken en zo zich goed te kunnen herstellen. Ja, ik zeg wel heel mooi telkens dat we klaar zijn met de verbouwing. Maar in deze stal moeten wij dus zeg maar op het plafond. Hier zitten nog geen lichtplaten in. Hier moet dus nog in elke afdeling moet er een paar lichtplaten in komen. Om zo aan voldoende daglicht in de stal te komen. En we hebben natuurlijk al wel van de buitenkant heel veel daglicht wat binnen kan komen. Maar het is een eis vanuit het biologische concept dat je dus nog net iets extra meer daglicht hebt. En daarvoor moeten we de plaatsen dus in het plafond nog uitzagen. Dus die gaan wel op het dak, maar de meest liggen al wel op het dak, zeg ik. Ze liggen bijna allemaal op het dak, twee of drie nog niet. En dan moeten ze dus nog door de isolatie in zichtbaar zien te krijgen. Het is momenteel weer rustig in de kraamstal. We hebben momenteel niet zo heel veel zorgen die moeten werpen. Zes maanden, als ik het goed heb, krijgen we weer vijf zorgen in die gaan werpen. Maar aan het begin is er een beetje een klein foutje geweest in het aandekken weer, in de spenen, waardoor er heel veel zorgen dicht bij elkaar zitten. Met het werpen, dat proberen we langzamerhand wel weer redelijk recht te trekken. Maar dat heeft tijd nodig en nu hebben we dus gewoon een rustige periode. Niet heel veel zorgen die aan het werpen komen. Maar genoeg big in de vleesvarkensstal, doordat we afgelopen december dus een vrij drukke periode hebben gehad met werpen. Komen die biggen dus nu langzamerhand allemaal in de vleesvarkensstal en hebben we momenteel in de vleesvarkensstal meer dan genoeg te doen.